niet of het juist het perkament is. Yo, zwijg. Bij een nieuwe vlog. Het is niet zomaar een nieuwe vlog, toch? Het is een nieuwe autovlog. Het is fantastisch. Ja, het is eigenlijk een McDonald's vlog. Het is weer een McDonald's vlog. Het was weer niet mijn idee. Ja, het was ook niet mijn idee, hoor. Jawel. Dan rijden we terug. Dan rijden we terug. Oké. Dan krijg je al wat terug met mijn voeding, zeg maar. Want ik moet wel gewoon kunnen eten. Val ik af. Ik was nog naar de fysio geweest. Ik had dan de blessures. En de fysio zei dat het een hele andere beweging was dan wat ik dacht. Mm-hmm. Dus ik heb oefeningen niet gedaan, terwijl ik die wel gewoon kon doen. En ik heb oefeningen wel gedaan die ik niet kon doen. Oh my god. En nu doet het dus nog meer pijn. Dus nou zei hij gewoon van oké, Justin. Ik moet gewoon even helemaal niet meer trainen. Oh, wat zei je tegen die fysio? Stop fucking lying. Nee, maar ja, hij drukte het allemaal in en dat ik gewoon keiveel pijn. Dat was echt gewoon een vieze pijn. Ja, maar dat doen de dokters en zo altijd, hè. Die gaan altijd wel lekker meer pijn doen. Ja, maar in het begin was het gewoon stijf en dit keer was het gewoon, als hij op dat plekje drukte, dan was het gewoon pijnlijk. Dus nu gewoon even niet trainen en een beetje chillen. Nice, hij heeft het overleefd. Yes. Ja, je houdt hem niet vast dan ofzo. Nee, ik bedoel, je moet een beetje skill inzetten in jouw rijkunst. Je had mijn nichtje of zo? Nee, maar ik vertel ze wel. Oké, wat wil jij? Gewoon 9 kipnuggets met frietsaus. Doe maar 9 kipnuggets met frietsaus. Ja, 2 maal? Nee, 1 keer. Oké. En doe maar 1 Big Tasty zonder tomaat alsjeblieft. Ja. En nog een Big Mac zonder augurk. En nog een Big Mac zonder augurk. En dat was de bestelling. Wilt u misschien nog een kleine friet of een kleine frisvang bij voor 1 euro? Nee, hoeft niet. Voor 11,50 mag je doorrijden naar het eerste raam alsjeblieft. Is goed. Ik had gewoon zin in zo'n Big Tasty, weet je wel. Snap je wel? Ik snap het helemaal. Yes. Een centje alsjeblieft. Is goed. Binnen. Ik vraag me af waar ik mijn mos kan liggen. Moet je daar laten liggen als gaat? Weet je wat? Nee, ik heb hem gepakt, dat weet ik wel zeker. Je bent erop gaan zetten. Dat zou zijn. Want ik vond het nog irritant dat jij je eigen wel pakte. Niet die van mij. Ja, nou, ik hoef maar gewoon niet eens meer te doen en het zit gewoon in de boel. Kijk. Ik doe even overgeven verder. Oh ja, maar hier is het. Binnen als het oh, en maandag komt die poeltafel trouwens. Ah, nice. Heb je het alleen gemaakt? Oh, wacht. Heeft Marian het alleen gemaakt? Dat zou je namelijk gewoon zelf doen. Is goed. Tot ziens. Nou. Oké, wel. Ik had een poeltafel besteld. Hoi. Oké, dat gaat door. Is goed. Oké, nu kunnen we praten. Als zusje trouwens van Sarah. Oh. Oké, nou luister. Ja. Oké, nou luister. Ik had een poeltafel op Marktplaats. Als ik een beetje ga kijken voor poeltafels. En dan heb je van die kutpoeltafels, weet je wel, voor kinderen en zo. Ja. En je hebt gewoon poeltafels die staan bij dat poolcentrum. Ja, echt professioneel. Normale café-poeltafels, wedstrijdtafels. Mm-hmm. En dan heb je dan verschillende maten. Ja. Zo'n 10 feet, dat is zo'n. Dat is eigenlijk een soort. Minimale toch? Of niet? Nee, dat is. Dat andere, met die rode ballen. Snoeken. Ja, dan heb je echt zo'n tafel. Ja. En 8, 9 feet, 8, vanaf 8 feet is wedstrijd, zeg maar. Ja, okay. Dat zijn die lengtes en dan heb je nog 9 feet tafels, maar de meeste worden volgens mij op 8 gedaan. Ja. Dus ik wilde eigenlijk gewoon een 8, ik had nog met zo'n klein kuttafel te staan. Anders heb je nog steeds niet dat gevoel dat je aan het doelen bent. Dus ik keek op Marktplaats en toen kon ik er dus een halen voor 250 euro met keuken, met ballen en driehoek. Ja, oké. Okay. Gedaan. Alleen toen zeiden van oké, aan het einde van die maand, was het einde van die maand, wij bellen en zo, we hebben hem nog steeds niet, we hebben pas volgende maand. Hallo! Dus nou, dan krijgen we een maand dan. Dus we zetten hem ook in elkaar en uit elkaar. Oké. Dus dat is netjes. 2 keuken. Normaal zijn keuken, als je die op internet haalt, 40 euro. Ballen set met driehoek rond de 50. En dan nog ook de tafel ophalen, hè? Maar hun brengen dan de tafel. Dus niet slecht.
En daar begint de pooltafel. En mijn bureau staat nou in mijn kamer. En dan, ja, de pooltafel komt dan in de cel. Oké. Ik kan echt niet wachten, jongen. Om mijn eten. Maar je wou ook nog wat vertellen over jouw nicht, geloof ik. Oh ja. Mijn neef had een vriendinnetje. En mijn neef en die moeder zaten in de auto in de McDrive. Ja. En zijn vriendinnetje, die zei dat ze thuis was. Maar die zat zeg maar in de auto achterin bij de McDrive. Met een andere jongen. Waarbij ze, waar, daar was ze met zo'n jongen die moes op haar maakte. En zij had dan met mijn neef afgesproken om niet meer met hem om te gaan. En die zat dus in de auto. En zij zag dat. En toen wilde ze achteruit rijden, weg zeg maar uit de Mac. Volk en toen reed ze tegen die paal, tegen dat bord aan, weet je wel, dat kapot was. En dat hadden hun toen in de gaten. Ja, ja, dan hadden hun al gehoord, what the fuck, weet je wel. En toen, hé, dat is wereld. En, ja, dat is wel grappig. Dat is kut leven. Ja, dan, volgens mij wordt het ook niet eens vergoed ook, omdat je achteruit rijdt, volgens mij. In de fucking McDonald's. Ja. Dus ja. Dat is echt een kut leven. Ja, maar ik vroeg toen ook aan mijn neef, wat deed je toen? Stopte je er niet uit? Zo, nee, ik heb gewoon gelachen. Ik zei, what the fuck man? Ik zei, ja, ik stap, what the fuck deed jij hier? En dan met die glasje even zo, wat? Ja, dat zou jij doen. We hebben het nu al bewijzen, dat weet je. Dus dat mocht ik. Ja, dus als je je vriendin dat ziet doen, dan denk je, hé, je was toch thuis? En dan kijk wat ze zegt. Nee, hij had daar een paar dagen niet meer gesproken. En toen op een gegeven moment dat hij alweer gesproken, toen was alles goed. Wat? Ja, nee. Nou, dat was echt heel raar, want toen had ik hem zeg maar een week niet gezien. Jou, het is echt familie van jou. Dan had ik hem een week niet gezien. Dan had ik hem een week niet gezien en toen sprak ik weer. Toen, we gaan naar mijn middel. Ja, is allemaal weer goed. Ik zei, verder niks. En toen, nee, ja, ze wilde gewoon naar de Mac, er was verder niks gebeurd. Ik zei, ja, maar ze liegt toch tegen jou? Nee. Dat is dat toch ook weer zeggen? Waarom is dat dan over liegen als ze gewoon naar de Mac hoor? Misschien houdt hij wel gewoon alleen van haar, oh zijn broer. Ja, ja. Ja, dus ik vond dat een beetje vaag. Maar ja, is niet mijn relatie. Dus. Nee, dat echt hoor. Zeg maar, als ze niet dadelijk 4-9 piemels van in dat gekut heeft en dat jij dan nog steeds wil, dan is dat wel schrik. Ja. Nee, ik weet het niet. Zo heel knap is ze helemaal niet. Dat vind jij? Misschien vindt hij... Ja, nee, dat weet ik. Maar gewoon algemene knapheidsschaal, weet je wel. Ja, oké, je hebt natuurlijk smaken. Maar je kunt gewoon wel, als je iemand ziet, dan denk je, oké, die ziet er gewoon normaal uit. Oké, die is niet zo heel knap. Hey, dat is wel een knap iemand. Weet je wel, zo. En zij is gewoon zo normaal. Maar daar geef jij ook niks om, toch? Nou, ik kijk meer naar het innerlijk. Maar dat moet ook wel. Ja, ik heb een leuk innerlijk. Ik kan nou komen zitten. Nou, even weg. Oké. Okay. Ik die aura van jou hier weg. Hè? Yes. Dankjewel. Hey, hier, eet hem al. Beste vorige keer. We hebben veel een leuke stuk meer. Dat is echt gebeurd. Oké. Oh. Ja, maar nou heb je de juiste raad. Ja. Oké, dat was een scherpe bocht. Ik denk dat hij zelfs blijft staan over die beul. Als hij daar over die drempel aan gaat. Ja, ik ook. Dat denk ik echt. Zonder dat ik hem dit keer begeleid, hè? Nee, ik weet niet. Ja, nice! Dan gaan we gewoon altijd met dat draadje, dan blijft hij weer stevig staan. Ik kan hem zo goed rijden. Nee, dat is niet waar. Ja, nee, dat is niet waar. Ik denk, what the fuck, joh. Er liep zo iemand. Ja, ik wil niet zeggen Mongol. Maar er liep een Mongol. Ja, er gaat altijd heel veel Mongols in de McDrive, kan dat? Hij liep echt gewoon rechts, zeg maar. Recht gewoon voor mij op de weg. Dus ik denk, gaat hij niet aan de kant of zo? Echt pas heel laat liep je aan de kant. Oh, we staan net weer recht in de zon. Kan je niet andersom gaan staan? Ja, dat kan. Nice. Well, eigenlijk moet je die zin zo meteen nog even zeggen. Welke zin? Van de waterbrug. Waarom? Nou, het is toch allemaal materiaal. Ja, klopt, ja. Ik zal niet recht in het vakje staan, maar... Oeh, yeah! Ja, ja. Oké, als het goed is, en je zit langs de schermen... Oké, ik ga wel. We kunnen... Oh, wat? Oké, we hebben nou wel raar gekleurd. Oké. Ik heb hem nou voor het monster op drinken.
heb nog geen cola meegenomen als drinker. Ik ben trots op je. Hij heeft toch iets geleerd van de vorige. Dat is mijn eerste lekkere week. Ja. Oké, dus jij doet de vieze als maat. Ik heb wel meteen moeite met praten omdat mijn mond er maar onder steek te zetten. Mm. Is dat niet gewoon de poep die uit? What the fuck is dit voor burger? Kijk dan. Met een beektastje. Hij is gewoon omgevallen, ze hebben hem op de vloer gegooid. Ja, ik weet niet of je het kunt zien. Zie je dat maar één bakje plek? Saus? Nee! What the fuck is er mis met hem, man? Maar als er nou ook geen kaas op zit, dan moet ik echt... Oké, er zit ook kaas. Ik heb alleen één bakje saus, vorige keer had ik er twee. Dat is even normaal. Dat is een hit. Eten in de saus. Nee, ik weet genoeg, ik weet genoeg. Lekker, lekker. Nog normaal. Alleen jammer dat hij op de grond is gevallen. Ja, dat is inderdaad wel balen. Dan heb ik echt gewoon de hele week naar uit te kijken. Weet je wat ik me altijd over verbaas? Nou. Ik ken jij al best wel lang. Uh-huh. Ik denk 10 jaar. Eigenlijk net zo lang als dat ik hier woon, want ik ging meteen onder voetbal. Want je zag meteen bij mij in de teams. Uh-huh. Elke keer, zelfs na zo lange tijd, heb jij weer verhaaltjes die je ergens vandaan haalt. Waarvan ik echt denk van... Waarom heb je die nooit eerder verteld? Zoals dat van net. Met die watermeloen? Nee, dat verhaal, gewoon verhaaltjes van wat je hebt meegemaakt. Net als dat jij in een container gaat spelen op een industrieterrein, dat je er dan niet meer uitkomt, weet je wel? Dat soort dingen. Ja. Dan ben ik een ruige jongen tegen, zeg maar. Nou ja, oké. Okay. Nou, maar dan denk ik daaraan, zeg maar. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ik vind niet dat ik zo heel veel mee, maar. Ja, maar het is niet de eerste keer dat wij door de bedrijf rijden. Maar nu moest ik er gewoon aan denken. Nu dacht ik van... Ja. Nou, dan komt het gewoon in me op, zeg maar. Ik weet niet. Dat is een gaaf. Net zoals Jimmy heet. Wel jammer dat het ene gedeelte van de berg warm is en het andere koud. Maar komen deze je... echt net uit het vet, want deze zijn nog echt heet. Dat is het lekkerste, jongen, net uit het vet. En dan nog lekkerder is als ze daar gewoon zijn varken slachten en dan meteen op het spillen. Ja. En dan nog wat troep erbij gooien. En dan wat hele ben. Ja. Best wel ruig eigenlijk. Als je bij die McDonald's kijkt, heb je daar toch die muur. Ja. De overal onder, langs elke centimeter van die 5 centimeter lange spikes zitten erop. Dat je niet over kunt klimmen en duiven kunnen zitten. Nou, dat ziet er niet echt vriendelijk uit. Nee. Daar lok je je kinderen dan naartoe. Even normaal. Kom jongens, klimmen! Wow. Dat is wel echt een rustige zaterdag, hè? Ja. Dat klopt. Maar je mag dus helemaal niet meer sporten nou. Nou, je mag wel sporten, maar... Cardio zeggen. Het wordt heel lastig. Want ik voel het zelf niet goed in de oefening zelf. Of het goed is of niet goed is. En met borst pak je ook secundair triceps. Dus ja, zou ik dat dan wel kunnen doen, zou ik dat dan niet kunnen doen. Triceps mag ik sowieso niet doen. Ah. Dan zou ik alleen rug en biceps mogen doen. En biceps is ook alweer zo'n geval, want als ik hem zo doe, dan... Als ik zeg maar mijn hand zo omdraai om iets te pakken en dan dit te doen bij wijze van. Dan maak ik weer dat spiertje kort hier aan de zijkant. Waar die door ook weer pijn gaat doen omdat het nou al overbelast is. En dat je krachttraining dan sowieso niet kan doen. Ja, behalve benen. Ja, benen. En cardio dan, maar dat is nog geen kracht. Cardio is voor pussies. Daarom moet jij het doen. En pussies. Oh ja, en pussies. En meer poesjes. En poesjes die elkaar scharen, zeg maar. Zoveel poesjes. Huh? Jij toch van poesjes? Nee, ik kan meer van piemans. Ik bedoel poesjes. Oh. Nog meer van watermeloen. Maar ze zei tegen jou van... Hé, hey Milan, ik moet je iets laten zien. Ja. Waarom? Waarom hield ze dat niet voor zich, zeg maar? Omdat jij het bent. Ja, maar weet zij gewoon dat ik zit te fucken of denkt ze gewoon dat ik serieus ben? Want dat... zij weet dat ik zit te fucken, dat jij zit te fucken en ik weet dat jij zit te fucken. Ja, maar hoe weet zij dat dan, omdat jij dat zegt? Nee, omdat ze jou heeft ontmoet, dus dan weet je meet and greet. Ja.
Maar de mensen die maar aan tafel zaten, die dachten wel even van wat de fuck. Oh, die moesten ook allemaal lachen. Mm-hmm. Die kregen het ook allemaal te horen. Ja, tuurlijk. En toen dachten die, wat de fuck, moesten ze niet lachen. Mm. Op een gegeven moment ging zij aan mij vragen wat ze terug moet zeggen. Toen jij zei van, mijn humor was, je humor was heel erg goed. Ja, en die van jou kan je nog wel even weg. En toen zei ik, ja, grappig. Hetzelfde als wat ik bij jou doe. Ja. Oh, dat was ook weer grappig, man. Toen zei ze, dat was niet grappig. Nee, dat was ik. En toen heb ik geen genegen. Toen dacht ik, oké. Niet weten. En maar toen dacht ik van, oké, nu moet ik stoppen. Ik heb mijn moment of fame gepakt bij jouw etentje. En ja. Nou is het genoeg. Kars, die kon je ook nog herinneren. En Stephanie ook nog. En er waren twee mensen bij die ken je niet. Maar die kennen mij ook herinneren. Snap wat ik bedoel? Ja, want ik heb al heel veel over jou gezegd. Je bent een beruchte meneer bij ons op school. Ik heb geknoeid. Serieus? Ja. Nee, maar ik heb wel eens wat gezegd. Ik heb wel geknoeid, ja. Mijn hele broek is helemaal vies. Want ik heb geknoeid. Oh, Justin, rijd naar binnen nu. Ja. Ja, dan gaat die hek dicht en dan staan we daar. Yeah. En we kunnen ook niet klimmen, want kijk, allemaal prikkeldraad. Weet je trouwens hoe je daar kei makkelijk door kan, hè? Zo'n deurmat, weet je wel? Ja. Gewoon zo'n deurmat. Of hier, zo'n matje in de auto. Ja. Die moet je er gewoon overheen gooien en dan kun je er gewoon overheen klimmen. Ja, want daar die dingen zijn niet scherp genoeg om daar doorheen te komen, zeg maar. Ja, nee, serieus. Dus dan kun je er gewoon overheen klimmen. Ja, dat weet ik. Dat is fucking slim. Ik had dat keer gezien. Doet Stuk TV ook altijd. Ja, en vroeg je dan aan mij, maar Justin, we hebben een probleem. Hoe kunnen we over de hek komen? Ja, ik weet het. Gewoon je mat dromen. Ja, Giel, die woont hier toch dichtbij, dus die is natuurlijk gewoon even langs gereden. Je woont toch in Uden? Mm-hmm. Of woonde, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ja. De dag wordt alleen maar mooier, ik kan mezelf zien. Ik vind dat grappig. Ja, we woont in Uden, ja. Hoe vind je eigenlijk de Uncharted story tot nu toe? Ah, best wel leuk. We hebben deel 1 en deel 2 helemaal uitgespeeld. Niet, ja, 100% is dat je al die schatten zoekt. Mm-hmm. Maar als je al die schatten zoekt, voegt niks toe aan het verhaal. Dat loopt. Nou, zeg, doe eens even normaal. Dat was bijten. Dat was dan die kitten daar. Die met, je hebt nog een burger, dus eet even wat op. Oh, best. Maar hoe vind je het? Nee, gewoon maar weer op de grond. Dat is toch. Hoe vind je het verhaal tot nu toe? Nou, dat is toch maar jouw uit. Doe dat! Oké. Nou, ik vind het best een spannend verhaal. Ik vind dat er nog veel te weinig met puzzels wordt gedaan. Ik heb even Kars gevraagd, want die heeft ze alle drie die heeft de eerste drie gespeeld. Mm-hmm. En die zei, ja, in deel 3 is niet zozeer meer puzzels, maar grotere puzzels. Nou, want ik nu vond die ene puzzel dat je eerst die steen op de juiste ding moest zetten en dan nog een keer nog iets moest doen. Ja. De juiste kleur of zo. Ja, maar dat was op zich. Hij was qua. Je hebt niet zo heel veel. Want alles voorgezegd in dat boekje wat je moet doen. Het is niet dat je echt de puzzel moet kraken. Oh. Want, is het eigenlijk wel? Mhm. Ga je er dood van? Nee, maar het is wel augurk. Ik heb er gewoon de augurk van afgehaald. Toch wel, net zoals de vorige keer zeiden. Ik proef van vieze augurk hier, jongen. Zelf een augurk. Godverdamme. Nu nee, moet je maar naar mij geven. Mensen daar niet dood aan, jongen. Wat vind je augurk lekker dan, meneer augurk? Lekkerder dan ui. Mama, ui proef je niks van. Ik weet dat je dat proeft. Oké. Ja, dat kan je nooit toch nog bewijzen, maar. Oh ja, maar de puzzels? Ja, de puzzels die worden groter. Dat is eigenlijk. Oh, wat vind je nou van het verhaal? Ja, dat heb ik toch al gezegd. Ik vind het verhaal wel leuk, maar daar kan ik voor de rest niet zoveel over zeggen. Ik vond alleen dat verhaal van 1 vond ik een beetje tegenvallen. Nou, ik vond die ook wel vet hoor. 2 was vetter, maar 1 was ook een goed verhaal. Toen dat spel speelde, zaten er ook gewoon helemaal in, hoor. Ja, maar dan kwam je erachter dat je het uiteindelijk in 1 dag op 1 eiland. Dus ze hebben niet echt moeten zoeken, zeg maar. Ze hebben alleen gezegd, oh, we moeten naar dit eiland, wat staat hier en hier. Gingen ze naar dat eiland toe en toen vonden ze dat beeld.
Alleen het was voor de rest was het gewoon iedereen die eromheen stond gewoon kapot schieten. Ja. En nu ging hij echt hele wereldreizen maken. Ging hij naar Tibet toe. En er waren allemaal mensen die normaal kunnen praten. En dat waren filmpjes. Het was toch niet dat je zelf... Ja, ik snap het wel, maar voor de gameplay maakt het niet heel veel uit of je het allemaal... Ja, oké. Okay, ja, nee, voor de gameplay niet, maar wel voor het verhaal. Ja. Ja. Het was wel, je zag dan verschillende dingen en zo. Maar ja, bij één had je dan die kelder, die nazi's, shit en zo. Ja, dat is waar. En die oude gebouwen met het bootje. En deel 2 was dan in de bergen, dan daar, dan daar, dan daar. Dus ja, aan de ene kant snap ik het wel, maar aan de andere kant, ja, voor de gameplay maakt het mij geen zin. En ik vond het van deel 1 vond ik een beetje jammer dat er opeens van die gare monsters kwamen. Want in deel 2 is dat veel beter uitgelegd, want dat zijn dan niet echt monsters, maar zijn gewoon mensen die dat sap hebben gedronken. Dat is wel duidelijk, snap je? Hoe heet het? Die... Ja, en waren op een zeegins. Ja, en dat is ook uitgelegd. Die hadden die koffer, die schat hadden die ingeademd. Ja. En die zijn zo langzaam gemuteerd. Hij heeft het nog beter uitgelegd dan... Nee. En ik vond van deel 2 de boss battle heel vet. Dat hij opeens 10 granaten gooit. Ja. Dat was heel vet, ja. Drake! Dat was echt zo, eigenlijk gewoon een beetje een Mario boss, weet je wel. Je moet elke keer gewoon van de omgeving gebruik maken om de baas te verslaan, snap je? Dat is met Mario ook altijd zo, hè? Ja. Dat werkte goed. Ja, maar hij had wel echt super veel levens, hoor. Ja, 6 of zo, toch? Meer. Meer? Zeker. Okay. Om de 3 of om de 4, dan pas komt zo'n cutscene en je had 4 cutscenes en dan nog de laatste. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar dat was wel vet. Mm-hmm, dat was zeker. En ze hadden zeg maar net zoals bij Beyond Two Souls, dat spel is echt ook heel vet, ik denk dat je ook wel een vet spel bent. Maar ik had al uitgelegd, een meisje met paranormale krachten die in de FBI wordt gezet en een missie moet doen. Maar dan kun je... Ja, hebben keuzes, hebben effect op jouw verhaal. Ja, er is nog zo'n spel, daar kwam mijn zusje laatst mee. Until Dawn, ik weet niet of je dat kent. Wel van gewoon. Dat is ook precies zo'n spel, moet je redden keuzes maken. Ze had één keuze aan mij gezegd van... Op een gegeven moment moet je kiezen van... Stel, je hebt daar je beste vriend of een meisje dat je net kent, maar wel een beetje leuk vindt. Welke kies je die doodgaat en welke laat je leven? Mm-hmm. Ja, dat soort keuzes moet je dan, moet je dan allemaal maken. Nou, en bij... Als ze dat bij hun chat ook hadden gedaan, kijk... Ik vind niet alleen een echte kut, hoor. Ik wil die Chloe. Gewoon lekker ruig, beetje stout. Lekkere kontje die je gaat missen, wat ze gewoon letterlijk zegt. Het was zo iemand. Je gaat dit kontje missen. Ik hoef niet die Elena die... ik heb een granaat. Helaas staat hij al op scherp. Ja. Die dan 3 uur zit te janken. Ik wil niet meer leven. Dat je ging ook dood, hè, Lele. Je ging ook dood. Maar omdat iemand magische drankjes over jou heeft heen gegooid of zo. Die Tibetaanse kutmensen. Ben je weer levend geworden. Maar anders was je gewoon dood. Dus ik weet niet waar je nou stoel zit te doen. Vraag anders maar even je cameraman. Oh. Oh, die is dood. Ja, die is ook dood. Nou, kan je die misschien in de hemel of in de hel? Nee, ik wilde gewoon. Ze hadden dan gewoon een beetje van wie kies je, weet je wel. Tel haar, tel haar not. Of. Doen ze allebei. Ja, maar weet je wat het probleem is? Dan is het spel wel veel moeilijker om te maken. Omdat je dan op elke keuze het hele verhaal moet aanpassen, snap je? Of voor mij alleen bij de laatste scene. Kijk, het is gewoon dat ik zo... Als ik zeg maar zo zelf... Oké, als ik een vrouw zou moeten kiezen, weet je wel, verlaten. Dan zou Elena natuurlijk de betere keuze zijn. Maar omdat ik nou nog jong ben en hou van die dingen... Dan denk ik overduidelijk Chloe liever. Maar omdat je dat dan niet gaat, laat je haar weggaan. Ja. Waarom doe ik? Waarom? En dan denk ik van, ja, hoe moet je dan met die Elena, weet je wel? Die is gewoon de hele tijd stok zitten slobberen bij die cameraman daar in die wijken. En dan wil je haar. Zit helemaal onder de littekens door al die scherven, tieten. Ja, dat is toch niet mooi? Ik vind het best mooi. Wow, een hele schoolfeest daar of wat? Oh, dat zag ik trouwens vroeger. Vroeger toen ze ook nog die clown hadden als mascotte, die hebben ze nou toen nog steeds, maar nu veel minder. Oh, Ronald, ja, er was iets met die clown, geloof ik. Iemand had het aangeklaagd omdat hij te eng was of zo. Ja, ik weet niet. In ieder geval, toen kon je daar nog je kinderfeestjes geven, weet je dat? Had je daar ook zo'n aparte ruimte voor? Dat klopt. Het was fantastisch. Het was zeker geweldig en betoverend. Nou, verwennen man. Normaal ben ik gewend aan cola. Om die smaakstof allemaal weg te slikken, weet je wel. En die, hoe noem je dat?
waardoor het lang goed blijft, conserveermiddelen. Nee. Normaal doe ik dat dan met een soort water met cola smaak en prikker ingezogen. Ja. Maar nu doe ik dat gewoon met kwaliteit drank. En dat, ja. Voelt het een beetje met elkaar vechten zo. Ja. Ik maak je af! Ja, sorry. Hallo, je mag hier niet parkeren. Wel, ja. Kijk, de bad boy. Maar nou, als ze gewoon zo'n Desert Eagle hadden of zo'n shotgun. En lopen naar dat busje toe, we kloppen even op het raam en dan zo, yo. En dan kijken ze weg. Mogen wij de inhoud van jouw busje even zien? We zijn Afrikanen! Oh, ja, ik had toch al gezegd dat ik... Ja, het was zo'n rare site. En 4chan. Ja, daarop kun je dan allemaal dingen posten. En als er 100 posters zijn, zeg maar, dan gaat de eerste post, de 101, die gaat dan weg, zeg maar. Ja. Zo wordt het elke keer vernieuwd. En die data, zeg maar, die wordt dan ook gewoon gedelete. Dus als ze je willen traceren, dan zou het kunnen, maar dat kost hun weer heel veel meer werk. Ja. Snap je? Dus als ze willen zien van, oké, wie heeft dat filmpje erop gezet? Ja. Ik had er ook gewoon zo'n filmpje gezien. Dat was echt een van de ziekste dingen die ik ooit heb gezien. Wil ik het weten? Ja, tuurlijk. Nee. Ja. Een super lekker wijf. Vrouw, meisje. Dat wil ik best weten. Gewoon gezicht in beeld, helemaal naakt terreno, met een met een vent, gewoon een vent, ook gezicht in beeld. Maar die vrouw die was gewurgd en die was gewoon dood, die lag daar zo. Ja? En die vent die zat daar gewoon te liggen. En gewoon met gezicht in beeld, hè. Met gezicht in beeld. En jij gaat, gaat nog steeds naar die zaai. En ik zat daar zo van, maar zij is dood, is dat niet zo? Waarom een gezicht in beeld? Weet je wel, te sturen dan die andere jongens. En ik echt van, what the fuck, als iemand dat ziet, dan wordt hij gewoon opgepakt. Yeah. Waarom uploadt hij dat dan, weet je wel? Ik gewoon een dood lijk, zit hij gewoon te... Ik zo, oké, nou stel ze is overleden door een overdosis, ebola, aids, oké. Ja, kan. Dan ga je aan neuken, film je het, upload je het, en dan... Ga je daarna 3 dagen laten cremeren en dan de familie allemaal, oh ze is dood. En dan zit jij er... We lachen nu omdat hij uit is gevallen en Justin net een heel smerig verhaaltje aan het vertellen. Ja, weet ik niet. Hoe lang is hij uitgevallen? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Oké. In ieder geval, ik heb net wat... Vertel het heel snel. Dat ene verhaaltje. Oké. Ik had dus een film gezien op 4chan. 4chan is een site waar je dus filmpjes kunt uploaden. En als er 100 posters zijn, dan gaat het eerste filmpje wat erop is, die gaat eraf. Dus de 101ste post gaat er dan weer af. Zo kan je alles posten en dan wordt het ook weer verwijderd. Dus moeilijk traceerbaar. Nou, dat was dus een filmpje, een zwarte man, een dikke witte man, en die zei tegen die man, hé, leg je vingers op daarop. En die had zijn hakbel bij, en die ging dus die vingers eraf hakken. Nou, één vinger hing nog aan een draadje, dus die vent zo, de rest allemaal af. En die vent, nee, pak zijn gun zo, nee, terug. Dus die vent gaat terug, hij zo, ja, andere vinger eraf. Dus die vent zo, andere vinger eraf. Dus hij wilde ze omdraaien, komt er iemand uit het publiek die tegenstemt in zijn rug, zo, nee, terug. Dus die vent legt zijn andere hand erop, die vent, ja, slaat daar blokken bij kapot waar hij zijn hand op moest leggen. En toen ging vingers mee op de rende die weg. Dat was het filmpje. Nice. In de snel. Het ergste filmpje, denk ik wel. Oké, er zijn er twee. Mm-hmm. Oké, er zijn sowieso met dieren. Die vind ik altijd zo. Weet je, dat ze een dier gaan mishandelen. Mm-hmm. Dat vind ik altijd echt fucked up. Maar over mensen. Zo'n heel kringetje met allemaal mensen. En er zit één zo'n vrouwtje en die is waarschijnlijk vreemd gegaan of weet ik veel. En die ligt er op de grond en mensen gooien allemaal olie over haar en benzine. En dan vuur. En dan schoppen ze tegenaan. En zij blijft er zo liggen, zo, oh, ik heb pijn. En dan één keer gooien ze zo'n vuur overheen en ze gaat er allemaal rollen en op een gegeven moment beweegt ze niet meer. En al die mensen kijken gewoon omheen. Ja. En gewoon, what the fuck. Gebeurt allemaal in die Afrikaanse landen. Ook in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië worden mensen ook gestenigd. Hè? Worden ze vastgezet op een plein en mogen allemaal mensen stenen naar gooien totdat ze dood zijn. Dat is het beste. En in sommige landen wordt ook, dan hebben ze 4 paarden en dan aan elke arm een paard en aan elke arm benen een. En dan wordt ze vierig. Ik heb een top 3, ik heb er nog 2. Ook zo'n filmpje. Ja, zo'n zwart iemand dan en die lag op de grond en 5 mensen. Al de mensen die bleven maar steken en steken. En hij leefde gewoon. Hè. Zij eerst allemaal schreeuwen en ze bleven maar gewoon met zo'n mes. Hè. Echt zo'n snijmes, weet je wel. Zo'n butcher ding. Ja. En ze bleven gewoon maar steken. Hè. Ze stopten niet na 10 keer. Nee, ze bleven maar steken en steken en steken. En op een gegeven moment beweegde hij die niet. Dus ja, die was ook al smerig eigenlijk. Ja. Vond ik ook best zielig.
Maar ja, de top. Hier komt hij. Je moet je wel eens een effect opzetten. Dus... Ja, we hebben, je hebt nog minder dan een minuut, snel. Oké. Was dus weer een zwart iemand in de jungle. Mm-hmm. En je zag het dan zeg maar uit het perspectief van degene die hem iets ging aandoen. Ja. Dus iemand die zat daar zo en die keek hem echt zo aan zo. Van, huh? Weet je wel, nou, die was helemaal in elkaar geslagen. Mm-hmm. En die vent die doet zo. Zonk het in zijn hoofd aan. Oh, en is het gewoon... Weghoofd. Ja, dit zet er zeg maar nog op, maar dit is zeg maar helemaal open. Nee, het is niet dat het echt zeg maar door zijn hoofd kwam, maar ja, het was zeg maar de hele voorkant van zijn hoofd was weg en het was helemaal open. Ja. Nice. Het was zo, hallo motherfucker. Wel leuk verhaal om deze aflevering af te sluiten. Bedankt voor het kijken van deze mooie vlog. Ik kan nog zeg maar iets zeggen. Hier in Nederland heb je het op zich nog wel. Ja, of je bent veiliger. Koester dat. Houd het vast. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering, van deze vlog. En, vieze filmpjes. Ik heb een titel. Uncharted en vieze filmpjes. Ik heb ook nog een filmpje dat Milo ging dansen, die was heel ziek. Die hoeft niemand zien. Adios, Milo.